ter informatie. Dit verhaal is een creepypasta. En dat betekent dat het de bedoeling is de luisteraar flink de stuipen op het lijf te jagen. Dit verhaal is dus verzonnen en het is niet echt. Dankjewel. Dag dames en heren. Leuk dat jullie kijken naar deze video. Deze keer heb ik weer een creepypasta voor jullie. En deze keer gaat het over een man die in een paar minuten tijd alles lijkt te verliezen wanneer hij te horen krijgt dat er een vloek rust in zijn stad. Laten we snel beginnen. Doe alle ramen en deuren dicht en natuurlijk ook alle lampen uit en laat je meevoeren door de sfeer des duisternis. Deze keer de creepypasta. If you see the faceless boy in your house, ignore him. Daar gaan we. Zijn jullie er klaar voor? Dan gaan we beginnen. If you see the faceless boy in your house, ignore him. Als je de gezichtsloze jongen in je huis ziet, negeer hem dan. 9 jaar geleden ging alles nog goed. We hadden alles wat we nodig hadden. Mijn vrouw en ik waren gelukkig. Onze 2-jarige zoon Marcus was ook gelukkig en gezond. Het leven was gewoon perfect. We wonen in een klein houten huisje met uitzicht op een rivier. Maar het is niet meer hetzelfde huis. Niet naar wat er die dag is gebeurd. Het was de maand september in het jaar 2013. Het was 1:00 s'nachts en het regende. Mijn lieve vrouw en mijn zoon Marcus lagen te slapen toen ik op de deur hoorde kloppen. In het begin was ik in de war, omdat er niemand bij ons in de buurt woonde. Ik aarzelde om open te doen. Ik had in jaren niemand anders dan mijn familie gezien. Ik keek door het kijkraadje. En daar stond een man met geweld aan te kloppen. Ik opende de deur. De man rende mijn huis binnen zonder mijn toestemming. En begon vervolgens heel snel te praten. Iets over een jongen en de regel. Ik begreep er niets van. Dus ik zei hem te kalmeren. Je moet het negeren. Je moet het negeren, zei hij. Ik was nog meer in de war. Wat negeren? De jongen. Hij sprak ongelooflijk luid. En hij maakte mijn vrouw en zoon wakker. Wie is die man? Zei mijn vrouw. Dit is een vriend van me, zei ik. Ik probeerde haar niet ongerust te maken. De man vervolgde. Lees je geen kranten? Je hebt geen idee wat er met deze stad aan de hand is. Ik was in de war. Ik wilde hem eruit schoppen, omdat hij blijkbaar dronken was. Maar toen herinnerde ik het me. En ik had gelijk. Het was mijn vriend. Ik had hem nauwelijks herkend vanwege zijn nieuwe kapsel en baard. Oh boy, wat was hij veranderd. Henry? Wat doe jij hier? Wat gebeurt er met deze stad? Ik wist het. Je bent niet op de hoogte van alles. Maar maak je geen zorgen. Ik zal je alles vertellen wat je moet weten. We gingen zitten. De man was helemaal doorweekt. Mijn vrouw gaf hem een deken en wat droge kleren, terwijl ik een kopje koffie voor hem zette.
je maakt geen grapje. Je hebt jezelf echt geïsoleerd, zei de man. Ik denk het. Maar kun je me vertellen wat er aan de hand is? Kom je na al die jaren om 1 uur 's nachts naar mijn huis? Zei ik. Ik zou je gebeld hebben als je een telefoon had. Welk mens heeft er tegenwoordig geen telefoon? Zei de man. Kom ter zake, viel mijn vrouw in de rede. De man nam nog een slok van zijn koffie. De gezichtsloze jongen verschijnt in de huizen van mensen in deze stad. We hebben geen idee hoe, maar wat we wel weten is dat hij je geen pijn zal doen, tenzij je op hem let. Waar heb je het over, Henry? Ik ben bloedserieus, zei de man. Je moet het gewoon negeren. En dan komt het wel goed. Ik dacht dat hij een grapje maakte. Ik hoopte dat hij een grapje maakte. In plaats van het serieus te nemen, zei ik. Leuk, maar als je me echt spijt wilt laten krijgen van de beslissing om me te isoleren, zul je harder je best moeten doen. Jongen. Ik moest hier gewoon om lachen. John, denk je nou echt dat ik helemaal naar je huis in de middle of nowhere zou gaan om je een mop te vertellen? Zei de man. Ik stopte met neplachen. Ik keek naar mijn vrouw. Ze keek naar mij. Het was stil. Ik dacht aan de dingen die Henry zei. Toen keek ik naar Henry. Ik wilde denken dat hij een grapje maakte. Maar niemand kon de uitdrukking op zijn gezicht faken. Zelfs de beste acteurs niet. Wat doet de jongen? Vroeg ik. Als je hem negeert, doet hij niets. Dan staat hij daar gewoon, zei de man. En als ik dat niet doe? Vroeg ik. Dan, man, het is gewoon niet goed, weet je, zei Henry. Alsjeblieft, vertel ons wat er gebeurt als we het niet negeren, schreeuwde mijn vrouw. Als je hem aandacht geeft, je verliest je gezicht en je kunt niet ademen. Je zult ook volledig blind en doof zijn terwijl het gebeurt. Het is alsof een extra laag huid je verstikt. Het is verschrikkelijk, antwoordde Henry. Ik stond versteld. Ik wilde meer weten. Maar ik was te bang om het te vragen. Ik was aan het trillen. Mijn vrouw was geschokt. Als we het negeren, wanneer verdwijnt hij dan? Vroeg ik. Het gaat niet weg. Je zult eraan moeten wennen, zei Henry. Ik wilde wakker worden uit deze nachtmerrie. Dit hele gebeuren leek gewoon de ergste droom die je kunt hebben. Hoe weet je dat het ons gaat overkomen? Vroeg ik. Ik niet. Maar het is iedereen uit deze stad overkomen, zei Henry. En ook al woon je in het bos, je bent nog steeds in de stad, John. Heb je het meegemaakt? Vroeg ik. Nee, zei Henry. Ik denk niet dat het iemand buiten de stad overkomt. Ik ben 2 jaar geleden verhuisd, maar ik woon dichtbij genoeg om dit allemaal te weten. En speciaal daarvoor hierheen te komen. Dus het is slechts een kwestie van tijd? Vroeg ik. Ja, ik weet het niet zeker, maar je moet je er waarschijnlijk op voorbereiden, zei Henry. Ik wist niet wat ik moest doen. Wat ik moest zeggen. Ik sloot mijn ogen. Ik probeerde er niet aan te denken. Toen ik mijn ogen eindelijk weer opendeed, zag ik Henry
me recht aankijken. Hij ademde zwaar. Mijn vrouw was bleek en bevroren. Ik wist precies wat er aan de hand was. De gezichtsloze jongen. Het was hier. In het huis. Achter me. Niemand zei iets. Ik was gewoon aan het zweten. Ik wilde me omdraaien. Maar de blik op Henry's gezicht zei me dat niet te doen. Ik zat daar gewoon. Ik was geschokt. Hoe heet het kind? Vroeg Henry met trillende stem. Met een poging de situatie een beetje draaglijk te maken. Marcus, zei ik. Is hij een goede jongen? Bleef Henry vragen, terwijl hij de gezichtsloze jongen negeerde. Ja, dat is hij. Hij is een goede jongen. Ik probeerde kalm te blijven. Oké. Waarom laat je me je badkamer niet zien? Ik weet zeker dat het er geweldig uitziet, zei Henry. Ik stond op en liep naar de badkamer met Henry die achter me liep. Ik zei tegen mijn vrouw dat ze met ons mee moest gaan en Marcus mee moest nemen. Ik keek bijna naar de gezichtsloze jongen, maar ik bereikte de badkamer zonder me erop te concentreren. Toen we binnenkwamen, deed Henry de badkamerdeur dicht en op slot en keek naar me. Hij was uitgeput. Mijn vrouw was bang. Ik was bang. Gelukkig sliep Marcus de hele tijd. Mijn vrouw hield hem in haar armen. Denk je dat we hier veilig zijn, Henry? Stotterde ik. Nee. Er is geen uitweg, John. Je moet het gewoon negeren. Voor de rest van je leven. Nee. Ik kan het niet negeren. Bel 112. Ze kunnen niets doen, John. Oh, ik huilde. Mijn vrouw huilde. Henry slaakte een zucht. Het spijt me, John. Ik moet nu gaan. Pas op. En vergeet het niet te negeren. Marcus wordt wakker, zei mijn vrouw. Als ik naar hem keek, glimlachte ik. Marcus was ons leven. Na een uur nadenken waren we de deur helemaal vergeten. Henry deed de badkamerdeur niet dicht toen hij wegging. De deur was open. Breed genoeg voor Marcus om eruit te kruipen. Dat merkte ik te laat. Marcus, onze zoon, verliet de badkamer. Ik merkte het te laat. Marcus verliet de badkamer. Ik schreeuwde zijn naam en probeerde hem nog te redden. Ik rende naar de overloop. Ik zag het ding achter me. De jongen. Ik zag de gezichtsloze jongen. Ik lette niet op en probeerde Marcus ervan te weerhouden naar de jongen te kijken. Maar het was al te laat. Marcus verstijfde en keek naar de gezichtsloze jongen. Ik keek naar het gezicht van mijn zoon. Wat ik toen zag. Zijn ogen begonnen te krimpen. Zijn mond werd naar binnen gezogen. Zijn neus smolt. Hij verloor zijn gezicht. Ik zag hem stikken.
Ik zag hem stikken. Ik heb mijn zoon zien sterven. Ik kan het gevoel niet beschrijven. Ik kan het gevoel niet beschrijven. Ik wilde naar de gezichtsloze jongen kijken. Ik wilde dood. Ik wilde dood. Maar ik wilde niet dat mijn vrouw ons allebei zou verliezen. En dat is de enige reden waarom ik nog leef. Het is vandaag 18 april 2022. Ik schrijf dit in hetzelfde huis, in mijn bed, naast mijn vrouw. Het leven is niet meer perfect. Ik heb geen zoon meer. Ik heb geen zoon meer. Maar nog wel mijn vrouw. En zij is de reden dat ik dit verhaal vertel. De gezichtsloze jongen is er gewoon nog steeds. We negeren de jongen al 9 jaar. Hij is er als ik koffie drink. Hij is er als ik mijn tanden poets. Hij is er als ik slaap. Hij is er als ik tv kijk. Hij is er gewoon altijd. Mijn vrouw en ik zijn de enige overlevenden van de vloek van deze stad. Zelfs Henry verloor op een dag zijn gezicht. Het bleek dat iedereen die op dat moment in de stad was, werd achtervolgd. Henry had zichzelf opgeofferd om mij en mijn vrouw te redden. Dank je, Henry. Dit was het einde van deze creepypasta. Hopelijk vonden jullie hem eng. Mocht je mijn stem vaker willen horen, dan staat het jullie natuurlijk ten alle tijde vrij te abonneren op mijn kanaal. En heb je nou zelf een verhaal? Aarzel dan niet en mail dan naar dit e-mailadres. Of stuur me een persoonlijk bericht via Instagram. Beide adressen staan nu in beeld. Bedankt voor het luisteren, vrienden. En graag tot de volgende keer.